Dit is het wintersportweerbericht voor Snow Plaza. Gisteren hadden we aan de noordflank van de Alpen wolkenvelden, en ook in het zuiden was het zeker niet ronduit zonnig. Wel op de meeste plaatsen nog droog weer, maar in de loop van de dag werd het bewolkt en bewolkt en nu valt er hier en daar sneeuw. Hier en daar, want aan de zuidflank van de Alpen blijft de neerslagkans klein. Zaterdag een sneeuwbuitje in het noorden van Oostenrijk. En in de loop van zondag wordt de bewolking van het westen uit dan opnieuw dikker. Maar eerst de vrijdag met in Zuid-Frankrijk volop zon, naar het noorden toe al snel toenemende bewolking en sneeuwval. Op een enkele plek al meer dan 20 centimeter vallen. Ook in het noorden van Zwitserland valt hier en daar sneeuw met de hoogste hoeveelheden in het noordwesten. De zuidflank van de Alpen heeft minder sneeuw en mogelijk ook wat zon. Temperatuur in het algemeen rond of net iets onder nul. In Italië iets hogere temperaturen, zeker in de dalen. Daar kan wat regen vallen. Maar op enige hoogte is het al snel sneeuw. Neerslaghoeveelheden zijn overigens beperkt. In Oostenrijk 5 tot 10 centimeter. Het is een aandeel, maar de neerslaghoeveelheden zijn ook hier niet zo heel erg groot. Dan naar de zaterdag met op veel plaatsen droog weer. Maar in Oostenrijk hier en daar nog wat lichte sneeuw. Het zijn zeker geen grote hoeveelheden. Hetzelfde geldt voor Zuid-Duitsland. Meeste zon in Italië. Voor de zondag geldt dat de bewolking weer gaat toenemen en er komt opnieuw sneeuw aan. De meeste sneeuw in Frankrijk. neerslaghoeveelheden zijn echter nog steeds niet zo groot. In de grote delen van Oostenrijk en in Duitsland is het droog. Ik ben Marco Verhoef voor Snowplaza.